In de koloniale periode, de mensen die als slaaf werden gehaald in andere gebieden en meegenomen werden naar dat gekoloniseerde gebied, die werden zelf beschouwd als object. Mm. Ze mochten dus geen objecten hebben. Ze konden dus niet hun eigen leven documenteren, anders dan op de orale manier. Dus door hun verhalen door te geven, hebben zij hun eigen verhaal eigenlijk vormgegeven. En in de tentoonstelling, zoals hij hier stond in Amsterdam in 2021 en zoals hij nu in New York staat, heeft die orale geschiedenis dus een hele belangrijke rol. En door die objecten te koppelen aan wat we uit archieven kunnen halen, maar door die archieven tegen de draad in te lezen en dan vervolgens ook die mondelinge geschiedenis eraan toe te voegen, dan pas krijg je echt een vervlochten geheel aan verhalen en kunnen we veel objectiever vertellen wat zich in het verleden heeft afgespeeld. Eigenlijk wordt het beeld genuanceerder, begrijp ik.